Goedenavond allemaal, mijn naam is Roel Kerriëtje. Ik ben officieel spreker voor Skyworld Community voor Nederland. Daarnaast ben ik dus ook officieel spreker op offline presentaties. En ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. Ik ben sinds 2017 participant in het fantastische project van Unitsky String Technologies. Ik heb het zien groeien en mijn enthousiasme wil ik middels deze webinars graag met jullie delen. Het milieu is op dit moment een hot item en dat zeg ik ook al een aantal webinars achter elkaar, maar ik blijf dat ook herhalen omdat het eenmaal zo is. We hebben te maken met de opwarming van de aarde, we hebben te maken met verandering van ons leefklimaat en daarmee alle gevolgen van dien. Nu zijn er in het verleden en nog steeds een aantal personen die ook al uitvindingen hebben geprobeerd te realiseren. Dat is zowel in het verleden gebeurd en dat gebeurt tot nu toe nog steeds. Denk bijvoorbeeld aan windmolens en zonnepanelen. Maar er is ook één persoon geweest die vanaf medio 1978 begonnen is met zijn idee te visualiseren en vorm te geven. Die persoon is Anatoly Yunitskiy. En Anatoly Yunitskiy is op het oostelijk halfrond van onze aarde een vrij bekend persoon. Maar hoe westelijker je gaat, dus meer richting West-Europa en uiteindelijk naar de Verenigde Staten, is een onbekend persoon. Langzamerhand krijg je daar ook steeds meer te maken met wie Anatoly Yunitskiy is en met zijn idee. Maar als we naar deze sheet kijken, geeft het wel aan wat voor persoon Anatoly Yunitskiy is. Zoals ik net al aangaf, hij is sinds 1978 begonnen met zijn idee te visualiseren, vorm te geven, te creëren en uiteindelijk ook zelf te certificeren en te produceren. Want daar zijn we inmiddels. Hij heeft samenwerking met de Verenigde Naties, heeft een aantal boeken geschreven, heeft een aantal prijzen gekregen voor zijn werk en zo kan ik zijn lijst enkel langer maken. Ik ga het niet doen, maar de meesten van ons kennen Anatoly Yunitskiy zelf wel. En mochten er nieuwe mensen zijn in deze webinar, Anatoly Yunitskiy is CEO en bedenker van Yunitsky String Technologies. En dit is Anatoly Yunitskiy met een van zijn eerste boeken die hij heeft geschreven. In dit boek staat eigenlijk alles, vanaf van berekeningen tot idee. Mocht je hier meer informatie over willen weten, dan verwijs ik je even naar zijn persoonlijke site. Daar kom ik later in deze webinar op terug. Zoals ik net aangaf, zijn we op dit moment in de fase beland van het certificeren en produceren. Het certificeringsproces is een omvangrijk proces. Dat wil zeggen dat alles wat hij ontwerpt, dat het gecertificeerd moet worden, zodat het uiteindelijk ook beschermd is. Op het moment dat het beschermd is, kan de concurrentie er niet mee vandoor. Maar als we naar deze sheet kijken, dan zien we eigenlijk hoeveel patenten en certificaten die inmiddels heeft gekregen. En dat zijn certificaten van belangrijke overheidsorganen, maar het zijn ook patenten om zijn werk te beschermen. En zoals ik net aangaf, zijn er dus certificaten van overheidsorganen. Een van die overheidsorganen is onze eigen Europese Unie. Dan rijst altijd de vraag van, weten die mensen in Europa niet dat Yunitsky String Technologies een fantastisch idee heeft, al zeg ik het zelf. Jawel, dat weten ze wel degelijk. En zij hebben wat dat betreft ook hun goedkeuring afgegeven middels het certificaat wat we op jullie iets zien rechtsonder met het ja-vinkje erin. Voor zover het leesbaar is, maar dit certificaat is afgegeven in Brussel, in België. Dus zij zijn op de hoogte van het bestaan van Yunitsky String Technologies. Anatoly Yunitskiy is naast het werk wat hij doet voor Yunitsky String Technologies nog steeds bezig met het ontwerpen van zijn andere ideeën en het ontwikkelen. Wij focussen ons vandaag op Yunitsky String Technologies in deze webinar. En mocht je meer informatie willen weten over wat hij dan nog meer doet, dan verwijs ik jullie even naar zijn persoonlijke site www.yunitsky.com. En hierop kun je alle informatie vinden. Of excuus, ik moet eigenlijk zeggen yunitsky.engineer. Maar hierop kun je alle informatie vinden waar hij mee bezig is. En dan is het natuurlijk ook een heel mooi certificaat. Inmiddels de lijst met certificaten groeit dagelijks en sommige mensen zullen zeggen van, ja goed, alles mooi en prachtig, maar we zien nog steeds niet wat we willen zien, begrijpelijk. Maar dit soort certificaten is wel nodig om te komen tot dat stuk wat we graag willen zien. Yunitsky String Technologies is een aantal weken geleden toegetreden of toegelaten tot een register. En dat register houdt in dat het Yunitsky String Technologies een bona fide bedrijf is, waar mensen over de hele wereld rustig zaken mee kunnen doen. En als we naar deze sheet kijken, dan zien we eigenlijk al hoe Yunitsky String Technologies er nu uitziet. Dit is een foto gemaakt op het testpark. Maar als we naar de foto kijken, en jullie lezen misschien ondertussen ook wel de tekst op jullie sheet, dan zien we meer ruimte voor de natuur. Het transport bevindt zich op het tweede niveau. Dus dat betekent dat het geen hinder zal
toebrengen aan het bestaan van onze natuur of dieren die in dat stukje leefgebied leven. Wat zou Unitsky String Technologies nog meer kunnen betekenen? Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het is ook een goedkopere manier om te bouwen. Dus dat betekent dat de bouwkosten om dit systeem te implementeren eigenlijk gemiddeld 3, 4, 5, 6 keer goedkoper zijn dan ons huidige transportsysteem dat wij nu kennen, zoals wegendekken en spoorsystemen. Daarnaast is het ook een beter systeem voor flora en fauna, zoals ik net in mijn vorige sheet ook al aangaf. Dieren kunnen rustig leven in een bepaald leefklimaat, zonder dat ze hinder ondervinden van spoorconstructen die hun leefgebied doorkruisen. In het verleden heeft men ook al geprobeerd om een transportsysteem op het tweede niveau te creëren. En in sommige steden is dat op dit moment ook gebeurd en gelukt. En die systemen rijden ook. Maar als we naar de onderkant van, of naar de onderkant, ja, de onderkant van de sheet kijken, zien we twee foto's. En op die foto's zijn huidige wegensystemen die we op dit moment dagelijks hebben in onze wereld. Denk bijvoorbeeld aan India, New Delhi, overbevolkte stad. Mensen moeten daar soms urenlang in de file staan om van A naar B te kunnen reizen. En dat is ook voor de terugweg zo. En dit alles zorgt er natuurlijk ook voor dat we te maken hebben met smogvorming, extra's, CO2-uitstoot. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken. Dus wat hebben een aantal ingenieurs bedacht? Die hebben bedacht van als we nou bepaalde systemen van het wegdek afhalen en dat op het tweede niveau creëren, dan houden we ruimte over en het zou natuurlijk ook kunnen leiden tot een besparing van energieuitstoot. Fantastische ideeën, al zeg ik het zelf. En zoals op de foto's aan de onderkant van jullie sheet wederom zien we twee monorailsystemen. En de ene is een monorailsysteem in de Duitse stad Wuppertal. Deze rijdt ook daadwerkelijk. En aan de rechterkant zien we een foto van een monorailsysteem en dat wordt getest in China. Dit is een zogeheten Zhongtang Airtrain systeem. Die naam gaan we ongetwijfeld nog wat vaker zien, want die hebben ook ingetekend op de vraag van de RTA. Daar kom ik later in deze presentatie op terug. Maar in China testen ze dus een dergelijk systeem, wat ook gebruik maakt van het tweede niveau. Is totaal niet te vergelijken met Unitsky String Technologies. Ook een kabelbaan is niet te vergelijken met Unitsky String Technologies. Een kabelbaan is veelal een getrokken systeem. Dat wil zeggen dat er bovenaan een heuvel en onderaan een heuvel twee motorwielen staan. Die communiceren natuurlijk niet met elkaar, maar die communiceren gelijktijdig met elkaar. Dus dat betekent dat als het onderste wiel begint te draaien en het bovenste wiel je houdt ermee op, dan heb je uiteindelijk een gigantische ramp. Die ramp hebben we natuurlijk afgelopen jaar in Italië ook mogen aanschouwen met alle gevolgen van dien. In Amerika hebben ze dergelijke systemen waarbij de gondels in San Francisco van boven naar beneden rijden. En er zijn nog wel meer plaatsen op de wereld die gebruik maken van een systeem à la wat we hier op de foto's zien. En dan komen we uit bij het systeem van Unitsky String Technologies. Zoals ik net al aangaf, het is totaal niet te vergelijken met een kabelbaansysteem of een monorailsysteem. Als we kijken naar de ophanging, voor zover we dat hier kunnen zien, want dat kunnen we nog niet heel goed zien, maar als we kijken naar hoe dat is bevestigd, dan zien we wel natuurlijk een gondel aan een kabel rijden. En die kabel is een stringrail. Maar het grote verschil met de voorgaande modellen waar ik over sprak, is dat dit systeem zelf kan nadenken middels artificial intelligence. Dus dat betekent als er pech onderweg is, dan zijn er altijd een aantal motorwielen extra standby die ervoor kunnen zorgen dat de module toch op zijn plaats van bestemming kan aankomen en dat mensen of goederen veilig uit kunnen stappen, dan wel gelost kunnen worden. En dit alles moet natuurlijk ook gebouwd worden. En op het moment dat het gebouwd wordt, is dat natuurlijk voor ons fantastisch. Maar we willen soms ook wel weten hoe dat in elkaar steekt. Hoe werkt dat? Hoe ziet dat eruit? Als we kijken naar deze sheet, dan zien we ons wereldlandschap. Dat bestaat uit heuven en dalen. Op het moment dat wij willen gaan bouwen, moeten wij de grond egaliseren. Op het moment dat ze is geëgaliseerd, dan gaan we de fundering beginnen te leggen. Die fundering is eigenlijk vaak 3 keer groter dan noodzakelijk is. En als we op de middelste foto van jullie sheet kijken, zien we ook dat er een spoorconstruct op is komen te liggen. Dus als we dan naar het geheel kijken, zien we een drietrapsraket met onder de geëgaliseerde grond. Dan krijgen we de fundering en vervolgens het stukje spoorconstruct wat nodig is om een trein overheen te laten rijden.
Als we kijken naar het vierde plaatje op jullie sheet, dan zien we verticale pilaren, zogeheten intermediate supports. Het grote voordeel van deze verticale pilaren, om het behapbaar en simpel te houden in deze presentatie, is dat dit vele malen minder ruimte in beslag neemt. Ongeveer 95% minder ruimte is er nodig om zo'n traject te implementeren. In vergelijking met ons huidige spoorconstruct, wat veel ruimte in beslag neemt, omdat zich dat bevindt op de begane grond, oftewel op het niveau waar wij lopen. Rijden. De intermediate supports, oftewel de pilaren, kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd. Daarbij kun je denken aan 288 meter of 200 meter. Maar het geeft aan op hoeveel meters ze van elkaar geïmplementeerd kunnen worden. In Sharjah is op dit moment testbaan 4 in volle ontwikkeling. En om een voorbeeld te geven, de intermediate supports staan daar op 288 meter van elkaar verwijderd. En dan hebben we ook een kortere baan van 400 meter, ook in Sharjah, maar ook in Wit-Rusland. En dat is een baan waarbij de intermediate supports op 200 meter van elkaar verwijderd staan. Dus zo zie je dat er op verschillende spanwijdtes geïmplementeerd kan worden. Dus al met al is het een ruimtebesparing die niet te vergelijken is met hetgene wat wij nu kennen. Zoals ik net al aangaf, onder de witte kappen heb je natuurlijk het ontsporingssysteem. Nu kunnen we het even zien, want als we kijken naar het blauwe kadertje op jullie sheet, dan zien jullie ongeveer hoe dat eruit ziet. Het anti-derailment system, of het ontsporingssysteem, is het systeem waar gigantisch goed op getest moet worden, want dit bedrijf kan zich het niet veroorloven om met problemen te kampen, of dat de module ontspoort, terwijl het bedrijf commerciële trajecten heeft aangeboden, en dat die commerciële trajecten inmiddels rijden. Dat willen we niet, dat is voor niemand goed. Dus zij testen dat uitvoerig. Dan hebben we ook een doorsnede van onze stringrail, hoe dat eruit ziet. En als we kijken naar de stringrail, dan zien we aan de bovenkant de railbedding. Ik noem het even het bedhuis. Dat is het contactpunt waar de wielen dus contact maken. Dan krijgen we de stringrail zelf. Dat zijn in dit geval 6 stringrails en deze kun je vergelijken met getwiste snaren. Dan krijgen we opvulmateriaal. En dit alles wordt bij elkaar gehouden door de behuizing. Dus zo zie je ongeveer hoe een stringrail eruit ziet. En dit is nog een sheet met hoe modules ook kunnen rijden. Wederom de ruimtebesparing. Als we dan gewoon kijken naar het stukje aardoppervlak, zien we dat er nog steeds ruimte is voor heuvels, dalen en een stukje water. Unitsky String Technologies tast eigenlijk ons huidige leefklimaat of onze huidige omgeving niet aan. De modules kunnen ook op een interval van plusminus 20 seconden achter elkaar zelf rijden. En binnen die 20 seconden zijn ze in staat om met elkaar te kunnen communiceren. Mocht er iets fout gaan, dan is de achterligger of de voorganger altijd in staat om het probleem te detecteren en dan wel op te lossen. En er wordt natuurlijk ook langzamerhand getest op hoe zou Unitsky String Technologies daadwerkelijk werken. Wat voor stations zijn er nodig? Nou, dit is zeker nog een 3D uitvoering van hoe een station eruit zou kunnen zien. Maar het mooie van dit is wel dat de modules dus een station binnen kunnen rijden. Ze zijn in het station in staat om de opgewekte energie af te staan voor stedelijk gebruik of eigen consumptie. Dan is er ook nog wat korte informatie over de drone. En dit zeg ik ook al een aantal weken achter elkaar, dat besef ik me ook. Maar op dit moment is het zo dat de drone nog steeds in zijn testfase zit. De verwachting is dat hij binnenkort de 1500 kilo daadwerkelijk kan tillen. Op het moment als dat gaande is, of dat is gebeurd, dan zal die worden gecertificeerd. En zal die ook daadwerkelijk worden ingezet voor commerciële trajecten te bevoorraden. Zodat de bouw op moeilijk bereikbare gebieden rustig zijn voortgang kan vinden. En dit zijn de verschillende stringrails die we nu hebben. We hebben een stijve spoorconstructie, waarbij de modules eigenlijk aan de onderkant aan hangen. We hebben een soortgelijke spoorconstructie waarbij de modules zowel boven als onderlangs kunnen rijden. Dus dat is ook alweer een ruimtebesparing. En we hebben een flexible stringrail. En de flexible stringrail is op dit moment de testbaan die in het Ecotechnopark compleet klaar is, maar ook in Sharjah compleet klaar is. Dus daar wordt ook daadwerkelijk al mee getest. Het mooie van deze flexible stringrail is dat die eigenlijk heel elegant is. En het valt eigenlijk niet op dat die in het landschap staat. Dus modules kunnen daar rustig overheen rijden en het stoort ook niet. Op de foto zien we nog ongeveer hoe zo'n stringrail eruit ziet. En dan zien we eigenlijk ook hoe smal dat is. En dit is
wat informatie over een van de vele manieren waarop Unitsky String Technologies zijn energie kan opwekken. Door middel van staal-op-staal wrijving komt de energie vrij. Die energie kan worden opgevangen in accu's. En die accu's zijn natuurlijk, zoals ik al aangaf, in staat om de energie ook weer af te staan voor stedelijk gebruik of nagelang wat er nodig is. Informatie over de aerodynamics of aerodynamica. Dat is natuurlijk ook een zeer belangrijk aspect, omdat het bedrijf zich niet kan veroorloven dat ze een module creëren in de vorm van een blokkendoos en dat het totaal niet energiezelfvoorzienend is dan wel energiezuinig is. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de module zo ontworpen dat het ook energiezuinig is. Als we kijken naar de plaatje op jullie sheet en we kijken naar de U-flash aan de rechterkant van jullie sheet en we kijken naar de auto, hoe die is ontworpen, dan zien we dat er achter de auto een windcirculatie ontstaat. En als we kijken naar de U-flash, dan zien we dat er voor en aan de achterkant van de module totaal geen windcirculatie ontstaat. Dus dat betekent dat modules die daar achterop rijden geen hinder hebben van vuile lucht, om het maar zo te zeggen. En dan is nog ook altijd de vraag van hoe staat het nu met de ontwikkeling van de U-flash? Nou, op dit moment is het zo dat de U-flash wel zijn eerste testmeters heeft gemaakt in Wit-Rusland. Dat zal hij waarschijnlijk ook gaan doen in de Emiraten. Maar hij heeft uiteindelijk een testbaan nodig van om en nabij de 25 kilometer om goed getest en gecertificeerd te kunnen worden. 10 kilometer is nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer is nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Als deze module eenmaal is getest, dan zullen we natuurlijk ook een sprongetje maken in het stageplan en dus in het ontwikkelingsproces van Unitsky String Technologies. Er zijn op dit moment onderhandelingen gaande, zowel in de Emiraten als in Wit-Rusland. Het is nog even de grote vraag in welk land de testbaan daadwerkelijk wordt gebouwd. Maar dat die wordt gebouwd is één ding wat zeker is. En dit is de rolling stock van Unitsky String Technologies, in het Nederlands rollende voorraad. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur behoudens de U-flash, want die kan 500 km per uur. We beginnen bovenaan de lijst en dan beginnen we met de Uniwind. En dat is een lichtgewicht module, deze biedt plaats voor 2 personen. Dan krijgen we de Unibike U4621, deze biedt plaats aan 2 tot 3 personen. Is het eerste geteste en gecertificeerde model uit 2016. Dus het is eigenlijk een heel speciaal model. En waarom is het model zo speciaal? Daar kom ik later in de presentatie ook nog wel even op terug. Dan krijgen we de Unicar U4430 T1 en T3. De T1 biedt plaats aan 6 personen, de T3 aan 18 personen. Dan krijgen we de Unibus U4210. Deze heb je ook, zoals jullie zien, op jullie sheet in verschillende varianten. De enkele versie biedt plaats aan 12 tot 14 personen en zo kan die eigenlijk worden verlengd. Dan krijgen we de Unibus U4220 T2 in het middenste stukje. Dan hebben we de bovenste een enkele versie en daaronder staat de driedubbele versie. De enkele versie biedt plaats aan 25 personen om en erbij. De dubbele versie biedt plaats aan 48 personen en de driedubbele versie biedt plaats aan 64 personen. En dit is de Unilight, moet ik zeggen. Ja, Unilight. Deze module is tentoongesteld op het Ecofest van 2019 en dit model zal straks worden ingezet voor recreatieve commerciële trajecten. Zodat mensen die bijvoorbeeld aan het vissen zijn, rustig met hun hengeltjes in de module kunnen stappen. Ze hoeven dat niet in te klappen, dan wel te breken omdat het niet past. In deze module past het. Eigenlijk heeft deze module gigantische potentie om een aantal trajecten te kunnen bedienen. Dus van deze module gaan we binnenkort ook meer horen. Er zijn al kleine berichtjes naar buiten gekomen op de officiële kanalen waarin we dit hebben kunnen zien. Maar in Wit-Rusland zal deze module dan wel tentoon worden gesteld en ook worden getest. Ook het vrachtvervoer is natuurlijk een belangrijk aspect binnen Unitsky String Technologies. De ontwikkeling daarvan staat totaal niet stil. Op dit moment is het zo dat de Unicont wordt ontwikkeld en dat die binnen niet al te lange tijd ook daadwerkelijk zijn testmeters zal maken op de baan. Dan hebben we de Unitruck U4431. Dat zeg ik helemaal goed. Dat is een module die je kunt inzetten voor zand verplaatsen, stenen verplaatsen of puin verplaatsen. En we hebben de Unitrans. En dit Unitrans is eigenlijk een grote lopende band die het in staat brengt om mijnen bijvoorbeeld heel eenvoudig aan te sluiten op overslag- of havengebieden, zodat ze hun steenkool of ijzererts op een efficiëntere manier kunnen verplaatsen.
En dit is een sheet uit 2016 of iets eerder, hoe het ooit is begonnen. En ieder bedrijf wat iets bedenkt, doet het aan de hand van berekeningen en aan de hand van mooie sheets. Inmiddels zijn deze sheets verouderd en is ook de technologie van Unitsky beproefd. En het komt ook beetje bij beetje dagelijks steeds meer van naar buiten dat het inderdaad de beste technologie is die we op dit moment onszelf zouden kunnen geven en kunnen bieden. Dus deze sheet wat ooit is begonnen als een rekenmodule, is langzamerhand werkelijkheid aan het worden. Prioriteitsstellingen. In 2014 is Unitsky String Technologies met zijn team van engineers begonnen met het assembleren, eigenlijk creëren en certificeren van passagiersmodules. Maar door de huidige pandemie, die we langzamerhand achter ons aan het laten zijn, waar we af en toe nog wel de naweeën van hebben, is de vraag langzamerhand van het passagiersgedeelte op het vrachtvervoer terechtgekomen. Dat wil niet zeggen dat het passagiersgedeelte nu op een laag pitje staat. Integendeel, alle modules zijn gecertificeerd, behoudens op dit moment de U-Flash. De rolling stock wordt uitgebreid, maar ook die modules zullen gecertificeerd worden. Dus ze hebben een inhaalslag gemaakt met het vrachtvervoer. Dus de Unicont zal binnenkort zijn eerste testmeters maken, zodat hij ook gecertificeerd kan worden. En dit alles gebeurt natuurlijk op een hele mooie werkplek. Unitsky String Technologies heeft onlangs een nieuw kantoorpand betreden. Excuus. En het oude kantoorpand voldeed niet meer aan de eisen, omdat Unitsky String Technologies gigantisch groeit. Wij aan de voorkant zien dat misschien niet zo, maar aan de achterkant gebeurt er vele malen meer dan dat wij eigenlijk in de gaten hebben. Dus er is een team van 1000 plus minus 1000 engineers dag en nacht in touw om de ideeën van Anatoly Unitsky vorm te geven en met hem samen te creëren en te certificeren. En dat alles moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Want je kunt iets bedenken en je kunt iets tekenen op de computer, maar het moet ook uiteindelijk gaan werken. Dit alles gebeurt in de fabrieken van het bedrijf. Deze twee fabrieken staan ook in Wit-Rusland en omdat de vraag van het bedrijf of de vraag van de modules aan het bedrijf aan het toenemen is, hebben ze onlangs ook een nieuwe hal geopend en die is inmiddels ook in productie. Dus in deze fabriek wordt alles geassembleerd zodat het uiteindelijk ook getest kan worden. En dat testen gebeurt op een fantastisch, mooi, innovatief, ecologisch park. Het is een voormalig militair tankterrein wat Unitsky ooit heeft gekregen. Maar inmiddels is het een compleet zelfvoorzienend, florerend, technologisch ecopark. Aan de ene kant worden de groentes op ecologische wijze verbouwd of gewassen worden er verbouwd. En aan de andere kant kan Anatoly Unitsky met zijn team van engineers dus alle modules langzamerhand gaan testen en certificeren. En kunnen ze ook rondleidingen geven aan overheidsinstanties of private instellingen die interesse hebben of een belang hebben bij de implementatie van Unitsky String Technologies. Er wordt in elke weersomstandigheid getest. En dit is een test die is een paar weken terug voldaan. En dat is een test die het heeft, waarbij ze eigenlijk hebben willen nabootsen hoe het is dat wanneer een module in een langdurige regenbui terechtkomt. Wij in Europa hebben af en toe een regenbui. En als we een paar uur een regenbui hebben, dan vinden we dat dan niet zo prettig. Maar in Azië hebben ze bijvoorbeeld te maken met dagenlang ophoudende regenbuien. In de vorm van moezonregens, als ik het goed uitspreek. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de module letterlijk onder de douche gezet. En ze hebben gekeken, is alles waterdicht? Is het passagierscompartiment waterdicht? En is het compartiment waar de technologie zich bevindt ook waterdicht? Inmiddels is dat allemaal akkoord bevonden. En is deze module dus ook voor deze weersomstandigheid goedgekeurd en getest. Ook in de winter wordt er getest. In de winter wordt er zelfs gebouwd. Wat hebben ze onlangs gedaan? Ze hebben een van de stringrails ook aangepast. Dat is eigenlijk de stringrail waarbij de Uniwind daar gebruik van maakt. De naam hiervan is een soort coil tubing stringrail. Maar die hebben ze ook weer aangepast. Dus zo zie je dat ze ook weer innovaties doen op de huidige innovaties die ze hebben gedaan. Dus al met al komt er langzamerhand een product de markt op die gewoon goed is. In de huidige situatie waar we nu in zitten, hebben ze ook aanpassingen gedaan op het Ecotechnopark. Ze hebben zogeheten isolatoren aangebracht. Ze hebben eigenlijk ook een betere manier gevonden om de energie goed af te vangen of op te vangen en van elkaar gescheiden te houden. En als we kijken naar deze sheet, zien we ongeveer hoe dat eruit ziet en wat ze ook hebben aangepast, wat is omcirkeld. Inmiddels is er een nieuwe stringrail op het Ecotechnopark in Wit-Rusland geïmplementeerd. En ik kan me goed voorstellen dat mensen iets hebben van,
ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik zou dat wel eens in werkelijkheid willen zien. Nou goed, je kunt naar de Emiraten afreizen. Dat is iets makkelijker op dit moment dan in Wit-Rusland komen. Geheel eerlijk te vermelden. Maar dan kun je zien wat er in Sharjah gebeurt. We zullen in de toekomst ook commerciële trajecten krijgen. Maar die commerciële trajecten kunnen niet worden geïmplementeerd zonder dat het uitvoerig is getest. Wij willen natuurlijk niks liever dan de commerciële trajecten zien. Maar wij hebben er ook niks aan als zo'n traject wordt gebouwd en na een paar ritten met een module eroverheen kan er een metaalmoeheid ontstaan. Dat willen we niet. Dat wil Unitsky String Technologies niet. Dus zij kiezen ervoor om alles uitvoerig te testen. Dan maar iets meer tijd nemen voor de testen en de ontwikkelingen. Zodat je uiteindelijk wel met een productenmarkt op kunt komen wat compleet goed is. En dit is een foto van het Ecotechnopark in Wit-Rusland, zoals ik net al aangaf. Modules kunnen op bepaalde stringrails zowel boven als onderlangs gelijktijdig rijden. En dit is hoe het er dan in het echt uit zou kunnen zien. In 2017 is de Unibus U4220T2 aan het grote publiek gepresenteerd. Dit is ook op een Ecofest gebeurd. Hij is destijds gepresenteerd met naar buiten toe openslaande deuren, maar inmiddels heeft Unitsky String Technologies een systeem bedacht waarbij de deuren niet meer naar buiten toe openslaan, maar waarbij ze naar buiten toe openschuiven. Dat is een heel belangrijke innovatie. Misschien de criticasters onder ons zullen zeggen, ja, maar dat hebben ze bij de NS ook. Dat is ongetwijfeld waar. Alleen wat ze hier hebben uitgevonden is zelfdenkend en zelfwerkend en ik denk, om het heel simpel uit te leggen, stop je voet maar tussen de deur van de NS, dan zit die vast, kan de machinist niet rijden. Stop hier je tas tussen deze twee deuren, die deur gaat niet dicht, die deur gaat weer open, module zal het zal nooit niet van zijn plaats kunnen komen, omdat er iets tussen zit. Dus eigenlijk een hele hoop innovaties in iets heel simpels. Het geluid is natuurlijk ook een belangrijk aspect. We kunnen het niet veroorloven om een module te creëren. Dat eigenlijk een vreselijk kabaal maakt. Dat willen we niet. Dus wat hebben ze bij Unitsky String Technologies bedacht? Allerlei uitvindingen die alles hebben gereduceerd tot ongeveer 80 decibel dat de modules produceren. Op het moment dat een module op 150 km per uur voorbij komt rijden, heb je het geluid pas gedetecteerd als het voorbij is. Dus dit is ook fantastisch voor dieren als voorbeeld. Dus het hindert niet. Dit is totaal niet te vergelijken met een huidige trein van de Nederlandse spoorwegen, want die maar produceert iets meer decibellen. Dus zo zie je dat Unitsky String Technologies aan alles denkt. Ook de stringrail zelf is, om het maar even mee te geven, geïsoleerd. Dus dat betekent dat het geluid wordt opgevangen. Samenwerkingen. Unitsky String Technologies heeft tal van samenwerkingen. Dit is het bedrijf BK uit België. En zij hebben staalrollen geleverd voor het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten. Dan hebben we nog een paar andere bedrijven en zij hebben ook staal geleverd aan Unitsky String Technologies. En zo zie je dat eigenlijk een hele hoop bedrijven Unitsky String Technologies ondersteunen. Het Chinese bedrijf Lenovo verzorgt de dataverscharing binnen het bedrijf. Dus al met al zie je dat het fantastisch is. En dan gaan we nu langzamerhand van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dit is het testpark in het Emiraat Sharjah. Het testpark maakt onderdeel uit van het Sharjah Research and Technology Center in Sharjah, zoals de naam al doet vermoeden. En inmiddels is daar de bouw in volle gang. Het houten ecohuis is volledig af en de eerste baan van 400 meter is volledig af en gecertificeerd. Een aantal gebouwen wordt op dit moment gebouwd. Testlijn 4 wordt op dit moment ook klaargemaakt. Daar wordt de stringrail zelfs al aangespannen. Dat kunnen we ook al zien op internet voor degene die het wil zoeken. Je kunt het daar vinden. Dat is dus lijn 4. Lijn 2, daarvan zijn de twee opstapstations nu ook volledig aan de buitenkant gereed. En een aantal gebouwen wordt inmiddels nu ook gebouwd. Dus dit is een 3D-maquette en straks zal het weer realiteit worden. Zoals ik net al aangaf, wat ooit begon als 3D, wordt op dit moment realiteit. En op de foto zien we het houten ecohuis op de achtergrond. Dat is het enigste houten huis in de hele Verenigde Arabische Emiraten. En op de voorgrond zien we een van de pilaren, oftewel de intermediate supports, voor de 2,5 kilometer lange testlijn. En dit zijn ook wat foto's. Wat ooit 3D is, wordt nu langzamerhand werkelijkheid. De foto's zijn inmiddels iets gedateerd. Maar goed, al met al nog steeds goed om te delen. Op de foto aan de rechterkant hebben we het houten ecohuis. Op de foto rechtsonder zien we de security office. Dan hebben we een van de twee stations van de 2,5 kilometer lijn die in aanbouw is, maar die zijn inmiddels af. Daar kom ik zo meteen in de presentatie op terug. En nog een ander gebouw. Dus
al met al staat er steeds meer infrastructuur op het testpark. En dit is de lijn van 400 meter. En dit is de Unicar U4-4-3101. En dat is een variant die is ontworpen voor, het tropisch klimaat. Om de modules enigszins uit elkaar te houden. Voor zover dat nu heel makkelijk kan. Hoe het in de toekomst gaat zijn qua behuizing, dat weet ik niet. Maar nu kan het wel. Deze module heeft aan de buitenkant witte kappen. En de modules die we nu vooral zien op de Europese, in Wit-Rusland. Zijn eigenlijk antraciet. Dus zo kun je het enigszins nu uit elkaar houden. Dus deze module die compleet wit is aan de buitenkant, is dus gemaakt voor tropisch klimaat. Deze module heeft zijn eerste meters gemaakt onder toeziend oog van de Sheikh van Sharjah in 2019. En in 2018 was het natuurlijk een 3D-tekening. En voor de mensen die al iets langer in dit project participeren, die zullen zich deze tekening ook kunnen herkennen. Maar inmiddels zijn we in 2022 en wat zien we? Geen 3D meer, maar realiteit. Dus zo zie je dat langzamerhand alles van 3D naar realiteit gaat. Ik heb de eer gehad om afgelopen jaar in november met eigen ogen het testpark in de Emiraten te mogen bezoeken. Ik heb dat ook met volle overgave en volle dankbaarheid gedaan. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik gewoon met eigen ogen per se wilde zien hoe staat het er nu voor? Wat kan ik verwachten? Wat gebeurt er? Hoe werkt het? Ik heb mensen daar alles kunnen vragen. Er staat wat, er functioneert wat. Het is nog lang niet klaar. Het is een begin, maar het is een heel goed begin. En er wordt zowel getest op passagiersvervoer als mede al op vrachtvervoer. En nu zullen misschien een aantal mensen van ons denken van ja, maar die container, dat is geen werkelijke container. Dat is eigenlijk, dat gaat nergens over. Het is heel belangrijk om te weten dat Unitsky met zijn team van engineers de modules altijd 5 tot 6 keer zwaarder belaadt dan noodzakelijk is. Dus dat wil zeggen dat die container ook al volop wordt belast. En dat is nodig om de stevigheid van de stringrail te kunnen testen. Ook op verschillende calamiteiten wordt er getest. Zoals ik in het begin van mijn presentatie aangaf, wordt er getest wordt er ook rekening gehouden met wat gebeurt er als een module pech onderweg krijgt. Zijn andere hulpmotoren of motorwielen in staat om te anticiperen op dat probleem? Jawel, dat is zeer zeker mogelijk. Maar het kan natuurlijk altijd zo zijn dat alle vier de wielen gelokt staan. Ja, dan heb je een probleem. Nou, dan is er nog altijd een plan B, C, D of E. Inmiddels is dit dan een plan B. Of C moet ik zeggen, dan kun je via een lier toch de module op een veilige manier verlaten. Goed, natuurlijk hopen we niet dat je hoogtevrees hebt, maar het geeft wel aan dat er binnen Unitsky String Technologies of Unitsky Transport wel goed wordt nagedacht over wat als. En voordat mensen verder kunnen in de Emiraten, hebben ze natuurlijk certificaten nodig. Nou, Unitsky String Technologies of U-Sky Transport in de Emiraten is gecertificeerd. Dus dat betekent dat de banen daar goed zijn en veilig zijn bevonden, zodat mensen met een veilig gevoel kunnen reizen. Dit heeft natuurlijk hele grote impact voor de nabije toekomst in de Verenigde Arabische Emiraten voor de commerciële trajecten. En ook het management systeem is volledig gecertificeerd. Dit is een ISO-certificaat en ISO is een wereldwijde instantie die grote bedrijven certificeert op het moment dat de managementlagen op orde zijn. Nou, binnen Unitsky String Technologies in Wit-Rusland was dat al, want die hebben dit certificaat eerder gekregen. Maar inmiddels heeft de vestiging in de Emiraten dit certificaat ook gekregen. Dus dat betekent dat we hier te maken hebben met naast een bona fide bedrijf ook een volledig goed bedrijf dat alles binnen de organisatie op orde heeft. Nou, ik denk in mijn optiek, zoals ik het nu kan bekijken, zijn dit hele belangrijke pluspunten om verder te gaan. En dat verder gaan doen we natuurlijk. De stringrail, zoals ik net al aangaf, van 2,5 kilometer lange lijn, testbaan 4 om het simpel te houden, wordt op dit moment klaargemaakt om de string te bevestigen. Ik heb dat hier niet in mijn presentatie, want die foto's zijn niet officieel. En ik wil enkel gebruik maken van officiële informatie, zodat ik jullie de best mogelijke informatie kan geven. Op het moment dat ik ervoor kies om onofficiële kanalen te raadplegen, kan dat voor een hele hoop ellende zorgen. Dat is in het verleden ook gebeurd. Dat willen we niet, dus vandaar even foto's die soms iets gedateerd zijn, maar die wel de werkelijkheid weergeven. Dit is, aan de rechterkant zien we de foto van het opstapstation voor de 2,5 kilometer lange lijn. Allebei deze twee stations zijn compleet klaar. En Unitsky heeft natuurlijk zelf
een paar weken geleden. De enkele supports beoordeeld. Is het goed? Werkt het zoals ik het heb bedacht? Klopt alles? Zitten er geen haarscheurtjes in? Alles is goed bevonden, dus de enkele supports kunnen bevestigd worden. Dus wie goed zoekt op Facebook, kun je dat rustig vinden. dan zie je andere foto's dan in mijn presentatie. Goed, mensen zijn gewoon enthousiast, dus ja, je kunt het dan eigenlijk heel moeilijk tegenhouden dat mensen hun enthousiasme delen op bepaalde kanalen. Ik vind het zelf enkel een pluspunt, want dat geeft wel gewoon goed aan wat er daadwerkelijk gaande is. En Unitsky heeft het met eigen ogen beoordeeld. Het is goed bevonden, dus het wordt geïmplementeerd. We hebben de expo inmiddels achter ons gelaten en de expo was voor het bedrijf Unitsky String Technologies een fantastisch succes. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een maquette ontworpen waarbij ze mensen eigenlijk een experience kunnen geven, een ervaring kunnen geven, hoe dat er dus uitziet in het echt. Een lineaire city met echt werkende modellen. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben mensen de mogelijkheid gegeven om van de Wit-Russische stand de expo, het trein van de expo, de mogelijkheid gegeven om met een bus naar het testpark in Sharjah af te reizen. Zodat ze daar de maquette konden zien, maar dat ze zelf ook een rit konden maken met de Unica. Om met eigen ogen en met eigen gevoel te ervaren hoe het is om te reizen met Unitsky String Technologies. En iedere overheidsdelegatie of bedrijfsdelegatie of bezoeker van de expo die van het terrein van Unitsky String Technologies kwam of het U-Sky Transport terrein kwam, was zeer enthousiast. En ik kan dat enthousiasme enkel delen. En dan hebben we natuurlijk altijd een van de grootste vragen. Hoe staat het nu met de trajecten van Dubai? Want dat is aangekondigd en we horen er niks meer van. Nou, dat klopt. De RTA heeft die vraag een aantal jaar geleden uitgezet. Er zijn vier bedrijven die daarop hebben ingetekend. Ik ga ze noemen. Dat is ons eigen Unitsky String Technologies of U-Sky Transport. Zo je wilt, mag allebei. Dan hebben we het Engelse Beamcar. Dan hebben we het Amerikaanse Skytrain. En we hebben het Chinese Zhongtang Airtrain of Airrail of Airtrain systeem. Nou, dat zijn de vier bedrijven die op dit moment een Memorandum of Understanding hebben ondertekend met de RTA van Dubai. En wat is een Memorandum of Understanding? Dat is eigenlijk een intentieverklaring. De RTA heeft een vraag uitgezet van welk bedrijf zou ons kunnen helpen om ervoor te zorgen dat wij medio 2030 25% kunnen reduceren op onze uitstoot of zelfvoorzienend kunnen worden. De Emiraten heeft een heel groot toekomstplan gelanceerd en dat maakt daar onderdeel van uit. Nou, Unitsky String Technologies is een van de bedrijven die daarop heeft ingetekend en die andere bedrijven uiteraard ook. Maar Unitsky String Technologies is het bedrijf wat het meest verre is en het meest concrete is. Alle drie de andere bedrijven, of ik moet zeggen twee andere bedrijven zoals Beamcar en Skytrain, die hebben nog niks. Het Chinese bedrijf heeft een testbaan, er wordt ook vanaf 2016 getest, maar is nog steeds niet innovatiever dan het Unitsky String Technologies project, moet ik zeggen. En waarom is dat niet? De modules van dat Chinese bedrijf worden nog steeds handmatig bestuurd. Dus als we dat gaan vergelijken met de artificial intelligence van Unitsky String Technologies, dan is dat enkel een groot pluspunt voor het bedrijf zelf. Anatoly Unitsky heeft aangegeven ook dat hij zegt van wij zijn het meest verre, meest concrete bedrijf. En wij hopen het bid te gaan winnen. Ons gevoel is zeer positief, maar ja goed, het is even afwachten. De autoriteiten van Dubai gaan daar in dit kwartaal, wat ze zelf hebben aangegeven, een besluit overnemen. Maar heel eerlijk en in alle oprechtheid, als ik kijk naar de video's die de autoriteiten van de Emiraten vrijgeven, dan zie ik nog elke dag dat de modules van Unitsky String Technologies daarin voorbij komen. En als ik het kort samenvat, dan is het transportsysteem innovatief, CO2-neutraal, milieuvriendelijk, eigenlijk zorgen voor een beter leefklimaat voor mensen en natuur. Het is goedkoper om ermee te reizen en om het te implementeren. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken, ga ik niet doen. Wil je meer informatie, dan verwijs ik je even naar www.skyway.capital. Daarop kun je heel veel informatie vinden en dan kun je alles rustig doorlezen. En dan gaan we langzamerhand naar de updates, als een belangrijk aspect. Unitsky String Technologies is door de aanvraag van CNN eigenlijk gigantisch in de spotlights terechtgekomen. Voor de aanvraag van CNN was het ook wel, maar mondjesmaat.
Door de aanvraag van CNN is er eigenlijk nu op alle wereldcontinenten bericht over het bestaan van Unitsky String Technologies. En wordt eigenlijk het ene positieve bericht na het andere positieve bericht gedeeld met de mensen over de hele wereld. Dus ja, dat is eigenlijk een gigantische goede stap. En in 2014, toen het bedrijf begon, was de hele wereld, of bijna de hele wereld, want het was een handjevol mensen die dit hebben ondersteund, negatief. En ook vooral overheidsorganen, allemaal negatief. Maar inmiddels komen diezelfde overheidsorganen terug op eerder gedane uitspraken. En dat zijn uitspraken van, we hebben in het begin van dit bedrijf aangegeven dat we er niet in geloven, dat het allemaal niet kan, maar we moeten toch onze meerdere erkennen in Unitsky String Technologies. En we zien wel degelijk dat dit bedrijf potentie heeft, dat het eigenlijk het beste innovatieve systeem is wat we op dit moment zouden kunnen implementeren binnen onze eigen infrastructuur. Dus we zien dat langzamerhand alles positiever wordt. En dat is niet alleen op het westelijk halfrond, maar ook in Afrika. En Afrika is eigenlijk een land waar vaak minachtig over wordt gedaan. En ik heb zoiets van, ja goed, dat kan. Maar als ik kijk naar de potentie van Afrika, dan is de potentie van Afrika gigantisch. Die creëren daar een compleet eigen economie. Nigeria... daar kunnen we alles van vinden. Maar ook Nigeria wordt straks een draaiende economie. Wat we ons misschien nu nog niet kunnen voorstellen. Maar ook Rwanda, waarvan we het niet zouden verwachten. Maar Rwanda is heel rijk qua aardse mineralen. Daar zit heel veel in de grond. En in Rwanda zijn ze zeer ver om te kijken naar de mogelijkheden voor de implementatie van Unitsky String Technologies. En wat... hoe gaat zoiets? Nou, dan komt er een overheidsdelegatie, waarvan wij zoiets hebben, alweer een delegatie. Maar in dit geval is het de ambassadeur van het land zelf, Emmanuel Hategega, als ik het goed uitspreek. En die heeft een partner meegenomen. En deze partner is een zeer belangrijke mevrouw, heeft een zeer grote vinger in de pap als het gaat over de ontwikkeling van Rwanda. Dus om Rwanda weer goed op de kaart te zetten. Nou, datzelfde geldt voor Lesotho. En Lesotho is misschien een land waar we nog nooit van hebben gehoord. Maar Lesotho deelt zijn grensovergangen met Zuid-Afrika. En Lesotho wil eigenlijk niks liever dan een lijn creëren van het land Lesotho naar Durban. En dat is een havenstad in Zuid-Afrika. Dus wat hebben ze gedaan? Koning Letsie III is afgereisd naar de Emiraten. Heeft daar met eigen ogen kunnen ervaren hoe het is om te rijden met Unitsky String Technologies. Heeft daar voorlichting gehad. En na afloop... heeft hij aangegeven dat hij hoopt op een vruchtbare samenwerking in en nabije toekomst. Dus ja, dit is eigenlijk al met al fantastisch. Ik heb hem met eigen ogen gezien. Wij mochten daar een lange tijd niks over zeggen. Maar hij is daar zelf geweest met een hele grote delegatie. Dus ja, wij zien het misschien als zijn van alweer een delegatie. Maar daar gebeuren enkel en niks anders dan goede zaken in de Emiraten, die straks hele grote positieve gevolgen zullen hebben voor Unitsky String Technologies en daarmee ook de mensen die dit bedrijf een warm hart toedragen. Oh, ik zie dat ik een foutje heb gemaakt, maar goed, dan moet ik even terug. Excuus, ik was zo enthousiast, wat informatie. Ik had moeten zeggen, die sheets zijn een beetje niet goed op volgorde. Maar goed, om even terug te komen. Unitsky String Technologies, het ene media na het bericht naar het andere media bericht wordt gelanceerd. En je ziet dus ook dat het vrachtgedeelte eigenlijk de meeste potentie heeft. Ook het vrachtgedeelte wordt dus nu ontwikkeld, wordt getest. Maar er wordt met bijzonder veel belangstelling al naar uitgekeken door overheidsorganen, instanties, private instellingen. En ja, deze artikelen kun je eigenlijk dagelijks terugvinden op het hele internet. Nou, dan heb ik dus wat informatie over Emmanuel Hategega met zijn partner die de Emiraten hebben bezocht. Dit is erbij passende foto, nogmaals excuus. Het stond even niet zoals ik had gehoopt te staan. Maar goed, dan gaan we rustig verder. En dan hebben we hier weer andere overheidsdelegaties en mensen uit bedrijfsleven. Dus zowel in het Midden-Oosten zelf komen mensen polshoog te nemen, maar ook delegaties vanuit Zuid-Amerika komen kijken wat daar gebeurt. En die mensen uit Zuid-Amerika zijn bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkeling van zo'n traject in hun eigen land.
Maar ook landen waarvan je totaal niet verwacht, zoals de Dominicaanse Republiek. Een land wat wij misschien meest van ons zullen kennen als een zonnig toeristisch vakantieoord. Maar in de Dominicaanse Republiek zijn ze gigantisch hard aan het werk om te kijken of het eigenlijk haalbaar is om zo'n traject te implementeren. En ik zelf ben een aantal keer op de Dominicaanse Republiek geweest. Het is een mooi land, maar de plaatsen liggen mijlenver van elkaar af. Het is een land wat 3 keer groter is als Nederland en wat een aantal luchthavens heeft. Maar wat dus met Junitsky String Technologies en de implementatie daarvan wel in staat is om bepaalde steden zoals Santo Domingo, de hoofdstad, te verbinden met de nationale internationale luchthaven van Punta Cana of de andere internationale luchthaven van Puerto Plata. Aan de bovenkant van het land te verbinden. Ook in Haiti zijn ze aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor zo'n transportsysteem. En dan zullen we denken, ja, maar Haiti is straatarm. Dat klopt. Maar zo'n transportsysteem creëert een nieuwe economie. Dus ook in Port-au-Prince zijn ze aan het kijken van wat zou zo'n systeem ons kunnen bieden? Wat kan zo'n systeem de lokale bevolking van het land bieden? Want ja, ook die mensen willen een nieuwe economie creëren. En dan is dit nog een sheet van ook weer delegaties die het testpark komen bezoeken. Op de foto aan de linkerkant zien we Anatoly Junitsky met de eigenaar van een staalfabriek in de Emiraten. Junitsky heeft natuurlijk met zijn bedrijven best wel veel staal nodig. Dus ja, die is heel erg blij met de mensen die hem willen bevoorraden. En dan moet ik wel erbij vermelden dat ondanks de huidige situatie in de wereld Junitsky String Technologies nog zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten wordt bevoorraad. Dan is er onlangs ook een persoon geweest van Peru. Die heeft ook polshoogte genomen. Hij is een vertegenwoordiger van de burgemeester van een stad in Peru. En die heeft zelf ook gekeken van, goh, wat zou zo'n transportsysteem ons land kunnen bieden of onze stad kunnen bieden. Dus zo zie je dat er al met al steeds meer mensen afreizen om het te ervaren. En excuus. Even een slok nemen. En dan is dit eigenlijk het meest mooie bericht wat ik met jullie kan delen. De Hyperloop heeft onlangs aangegeven dat zij zijn gestopt met het ontwerpen en het ontwerpen van passagiersmodules. Want de bedoeling was dat ze passagiers wilden vervoeren in een vacuum tube in een gesloten buis op 1000 km per uur. Maar goed, ons menselijk lichaam kan dat niet behappen. Maar het is ook een heel onsierlijk systeem. Het is eigenlijk een heel lomp systeem. Dus er is onlangs een bericht verschenen waarbij Junitsky String Technologies eigenlijk Hyperloop heeft verslagen. Hyperloop heeft dus de handdoek op het gebied van passagiersvervoer in de ring gegooid. Ze zijn nog steeds bezig met het ontwerpen van vrachtmodules. Maar ja, dat moet in diezelfde buis die eigenlijk veel ruimte in beslag blijft nemen. Dus ja, en als je zo'n buis moet gaan boren, dan moet je in de grond gaan boren. En wil je boren in de grond of in een tunnel boren, dan is dat gigantisch veel qua kosten. Dus al met al, Junitsky String Technologies laat enkel maar zien dat het gewoon een fantastisch idee is en een fantastisch concept is. Nou, een van de berichten die mensen vaak kwalificeren als zijnde van dat is niet zo belangrijk. Dit is eigenlijk, in mijn optiek, zijn dit altijd de berichten die ertoe doen. En als we kijken wat we op de sheet zien, dan zien we dat er een student is geweest die een ontwerp heeft gemaakt van een station voor Sharjah, voor het toekomstige station in Sharjah, hoe dat eruit ziet. Dat is dus een samenwerking tussen Junitsky String Technologies en de American University die zich bevindt in Sharjah. Dus zie je dat niet alleen de overheid van Sharjah samenwerkt met Junitsky String Technologies, maar zo zie je ook dat Junitsky String Technologies samenwerkt met een internationale erkende universiteit. Dus ja, dit zijn eigenlijk fantastische berichten, want zo zie je dus dat studenten langzamerhand aan het afstuderen zijn op casussen van Junitsky String Technologies. Ja. Natuurlijk gebeurt er een hele hoop achter de schermen en een van de landen die op dit moment gigantisch hard hun schouders eronder zet is Vietnam. Die mensen daar zijn gigantisch enthousiast. Die geloven in het project van Junitsky String Technologies. En die doen er ook alles aan om dat daar voor elkaar te krijgen. Nou, onlangs is Vladimir Maslov met nog een paar andere personen van Skyworld Community in Vietnam geweest. Die hebben daar een entiteit opgericht. Viet Transnet heet dat. En
Via Transnet zal de honneurs waarnemen voor Unitsky String Technologies in Zuidoost-Azië. In Vietnam zijn ze bezig om een commercieel traject te implementeren, het voorbereiden. En op deze foto zien we een aantal afbeeldingen hoe dat er straks ook uit zou kunnen zien. En het mooie van Unitsky String Technologies is dat ze een station kunnen ontwerpen die dus in het land zelf past. Dus als we kijken naar de foto op jullie sheet linksonder, zien we dat die foto heel mooi in het Vietnamese landschap past in de vorm van een tempel. Ja, ik vind het geweldig, maar dat is persoonlijke smaak. Sommige mensen zullen het misschien niet mooi vinden. Maar het laat wel zien dat er heel veel mogelijk is. In het begin van mijn presentatie, of ergens in de helft, gaf ik aan dat de Unibike een heel belangrijk model is voor Unitsky String Technologies. En dat is ook. Unitsky String Technologies heeft afgelopen jaar de rebranding voltooid. En de rebranding is heel simpel. Wij kennen het voornamelijk als Skyway. Maar inmiddels heet het Unitsky String Technologies. Je mag het USKY noemen of USD. Wat voor jou het meest makkelijke is. Skyway is naar de achtergrond verdwenen. Anatoly Unitsky is de enige die die naam nog kan gebruiken of mag gebruiken. En wij noemen het vanaf heden dus ook Unitsky String Technologies. En hoe is dat merk tot stand gekomen? Dat is heel simpel. De Unibike is een cursief gedrukte letter U. Als je dat silhouet gewoon eruit haalt en je maakt er een U van, komt er dus het logo van Unitsky String Technologies uit naar voren. Ik gaf net ook al in mijn presentatie aan dat ondanks de huidige situatie op dit moment de ontwikkelingen van Unitsky String Technologies zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten nog steeds doorgaan. Commerciële trajecten die inmiddels zijn ondertekend en zijn aangekondigd, maar nog niet bekend zijn gemaakt, zullen hier ook geen hinder van ondervinden. Dus al met al hebben we te maken met een bedrijf dat zich op de juiste weg bevindt en waarbij de ontwikkelingen in de komende tijd enkel mooier gaan worden. Waar staat Unitsky String Technologies nu? Ik heb het eigenlijk al gedurende mijn presentatie aangegeven. Op dit moment zijn alle modules die ontwikkeld zijn ook gecertificeerd. En de modules die op dit moment worden ontwikkeld zullen ook gecertificeerd worden in een nabije toekomst. We staan aan de vooravond van de eerste bekendmaking van commerciële trajecten. Zodra dat wordt gedaan, deel ik dat uiteraard ook met jullie. Maar eigenlijk al met al ziet het er gewoon heel erg rooskleurig uit. Ik kan me heel goed voorstellen dat het lang duurt, maar goed geduld is een schone zaak. Beter goed werk als half afgemaakt werk, zeg ik dan altijd. Willen we nog meer informatie vinden over het bedrijf zelf en over onze mogelijkheden, dan verwijs ik jullie naar www.skyway.capital. Daarop kun je heel veel informatie vinden. Daarop kun je ook informatie vinden over het platform, wat het kan bieden, hoe het eruit ziet, hoe het werkt. Je kunt ook informatie vinden op www.unitsky.com. Dat is het officiële bedrijf in Wit-Rusland. Dan hebben we de officiële site van Anatoly Unitsky zelf, www.unitsky.engineer. En dan hebben we onze eigen Facebookgroep die ik beheer, waarin ik eigenlijk dagelijks heel veel informatie deel. Soms krijg ik de vraag van wat maakt nou dat je dat niet in de Skype-groep doet. Dat is heel simpel. Ik heb de Skype-groep niet in beheer. Ik vind het heel belangrijk dat mensen de juiste informatie krijgen. En daar wil ik ook wat dat betreft ook de verantwoordelijkheid voor nemen. En wij zijn op dit moment aan het kijken hoe dat ze goed kunnen invullen. Want sommige mensen hebben geen Facebook, maar wel Skype. Dus wij willen eigenlijk iedereen zo goed mogelijk bedienen. Omdat wij het belangrijk achten en vinden dat iedereen de ontwikkelingen meekrijgt van Unitsky String Technologies. Wil je meer informatie? Kom je ergens niet uit? Dan staat het je altijd vrij om contact op te nemen met mij of met mijn collega Nettie Sommers. Wij geven om en om webinars. En dit hebben wij gedaan omdat wij dus, wat ik net ook aangaf, belangrijk vinden dat mensen de juiste informatie zien. We zien dat mensen heel veel vragen hebben. Wij krijgen ook dagelijks vragen van, kun je ons even op de hoogte brengen van de ontwikkelingen van Unitsky String Technologies. En wij hebben daar nu op gezegd van nee, dat gaan we niet meer doen. Het klinkt heel hard, maar wij geven webinars, die zijn heel laagdrempelig. En ik snap dat mensen die al vaker in deze webinar hebben gezeten, dat het voor hun allemaal hetzelfde is, dat begrijp ik ook. Maar wij vinden het belangrijk om dat zo aan te houden. Dus mensen die lange tijd wel hebben geparticipeerd, maar die een beetje de rode draad zijn kwijtgeraakt, die kan ik enkel doorverwijzen naar deze webinars. Mocht je mensen hebben met dezelfde vragen, verwijs ze door naar deze webinars. Wij gaan deze webinars ook weer delen in de groepen, zodra de opname beschikbaar is. Dus heb je vragen, kom je ergens niet uit. Wij zijn voor jullie om
de juiste oplossing toe te voegen. Wil je weten hoe het met de ontwikkeling staat, sluit aan bij een van de webinars. SkyWorld Community heeft onlangs een hele mooie video gelanceerd, vrijgegeven op YouTube. Ik heb niet in mijn presentatie vandaag, maar het is een fantastische video waarin we eigenlijk kunnen zien wat ze in 2021 hebben bereikt. Dus ja, al met al, ik kan nogmaals aangeven, we hebben te maken met een van de beste bedrijven die we in deze tijd zullen gaan zien, die we hebben, met de beste kansen. En die zal zorgen voor een compleet andere vorm van economie. Zowel voor mensen die straks gaan bouwen, dan wel voor mensen die dit bedrijf een warm hart toedragen. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie dan ook hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie. En ik wil jullie aangeven dat volgende week Nettie Sommers in mijn plaats hier zal zitten. En zij zal voor jullie weer een hele mooie webinar verzorgen. Nogmaals, heb je vragen, kom je ergens niet uit. We zijn er voor jullie, wij vinden dat belangrijk. Rest mij weinig anders dan jullie een fijne avond toe te wensen en jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar. Fijne avond!